Goedemorgen, ik ben Desiree Stoekel. Het is 29 augustus 2014. De arrestatie van jihadisten die mensen ronselen in Nederland of Duitsland verbetert de nationale veiligheid van Nederland helemaal niet. 0000000. Ik heb al eerder uitgelegd in andere video's dat het internationaal strafhof de oorlog in Libië versterkt. Het internationaal strafhof wil een rechtszaak voeren tegen Gaddafi-aanhangers, omdat zij dus schuldig zouden zijn aan oorlogsmisdaden. Libië is geen lid van het internationaal strafhof. De Verenigde Naties heeft de gewoonte om landen die geen lid te zijn van het ICC te gebruiken in een soort toneelstuk voor recht. Ze hebben de gewoonte om landen die geen lid zijn, maar oorlogsmisdaden begaan, juist te dwingen een rechtszaak binnen het internationaal strafhof te ondergaan, omdat dan de VN bewijst dat zij het internationaal recht handhaven. Ja, maar nu moet je even luisteren en even nadenken. De afgelopen weken hebben landen als Egypte en de Verenigde Emiraten bombardementen uitgevoerd boven Libië. Libië dreigt in een totale burgeroorlog terecht te komen. Dat komt juist door het internationaal strafhof en de VN. Egypte en de Verenigde Emiraten zijn dus geen lid van het ICC. Dus als zij bombardementen uitvoeren, is dat wel een oorlogsmisdaad. Maar dan moet Libië naar het internationaal gerechtshof gaan, daar rechtszaken starten tegen Egypte en de Verenigde Emiraten, als zij het oneens zijn met die bombardementen. Dat hele juridische pad wordt genegeerd en wordt overgeslagen, omdat de VN dat ook altijd doet. Of je dat nou wel of niet doet, is van grote invloed op de nationale veiligheid van Nederland. Het internationaal strafhof speelt dus allerlei corruptiespelletjes met de leden van het Statuut van Rome. Dus met al die landen die zijn aangesloten bij het Statuut van Rome en die dus officieel zeggen, ja, maar wij voeren het VN-verdrag uit, dus als wij een conflict hebben met een ander land gaan we naar het internationaal gerechtshof. Doen ze niet. Wij willen het internationaal recht gehandhaafd. Wij willen geen oorlog. Dus gebruiken wij het internationaal strafhof. Doen ze ook niet. Wat ze wel doen is de lobby gebruiken om het internationaal strafhof te misbruiken voor dekmantel voor hun eigen oorlogsmisdaden. Dus je ziet nu wereldwijd overal landen die bombardementen uitvoeren in een ander land, omdat ze het hele systeem wat ik zojuist heb beschreven moedwillig met z'n allen negeren. En dan zijn we weer terug bij af. De hele wereld weet dat het internationaal strafhof al sinds mei 2007 een rechtszaak tegen Nederland verzwijgt. De hele wereld, dat zijn de ambassadeurs, de koninklijke families, de ondernemers en dus weet het de straat het ook. Wat denk je van de kranten? Er is eigenlijk maar één krant die een beetje eerlijk is over de gang van zaken, ook met betrekking tot Nederland, en dat zijn de kranten in Libanon. Ja, waar ligt Libanon? Nou, niet in Scandinavië. Dus wat ik nu duidelijk wil maken is dat de aanhoudende leugens en dus die nepveiligheidslobby die wij hebben, er juist voor zorgen dat de nationale veiligheid van Nederland met de dag slechter wordt. En dan kun je 1 of 100 jihadisten arresteren hier in Europa. Dat maakt echt helemaal niks uit. Dag.